baggeren. Het is de kernactiviteit van Jan de Nul Groep. Soms gebeurt dat op exotische bestemmingen, maar ook in eigen land is de groep zeer actief. In Luik bijvoorbeeld, op de drukbevaren Maas, op de werf die Boe B heet. Het is Envy Zan, de milieudochter van de groep, die hier de gebaggerde sedimenten verwerkt. Op de klassieke manier wordt het slip aan land in lagunes gedumpt om uit te drogen. Maar dit vraagt veel plaats en tijd en daarom werkt Envy Zan met een mobiele sedimentverwerkingsunit. Het probleem met de klassieke manier is dat dat op een vaste locatie ligt. Dus onafhankelijk van waar het slip gebaggerd wordt, moet dat er naartoe gebracht worden. Maar doordat je zeer lange transportketens gaat hebben, het was niet ongewoon dat slip van 150, 200 kilometer ver met schepen werd aangebracht. Natuurlijk, dat brengt een kost met zich mee. Transport is niet goedkoop. Waardoor dat we het idee ontwikkeld hebben, wat als we nu een mobiele installatie ontwikkelen en met de droog- en verwerkingsinstallatie naar de baggerzone gaan. In plaats van het slip naar het centrum te brengen, brengen we het verwerkingscentrum naar het slip. Voor deze site alleen al levert het gebruik van de mobiele unit een transportwinst van 200 kilometer op. Investeren in een dergelijke hoogtechnologische verwerkingsinstallatie is dus rendabel. De technologie is niet nieuw, maar dat ze zo compact en mobiel is, is wel uniek. Donc tout doit être correctement attaché. Tout doit être fort compact aussi. Malgré la capacité de l'installation, il faut prévoir les entretiens, d'avoir accès à toutes les machines. In de verwerkingsunit wordt het slip gezeefd en het zand wordt gescheiden van de vervuilde fractie. Wat rest is proper zand, bruikbaar water en een kleine hoeveelheid vervuild fijn slip. Het realiseren van dit mobiele sedimentverwerkingsponton was voor het team van Envy Zan een enorme uitdaging. Nieuwe en frisse ideeën kwamen bovendrijven. Het werk van jonge ingenieurs die het proces begeleiden. Je dirais qu'il y a plusieurs aspects à ma fonction. Il y a l'aspect d'avoir un overview général du projet, donc la partie gestion, que ce soit gestion du personnel, mais aussi la gestion de la logistique. Le maître mot, bien sûr, est que ça tourne tout le temps et en permanence, et du mieux qu'on peut. Mais il y a aussi un certain autre chose, il y a l'autre partie, suivi financier et contact avec le client, bien sûr. De ervaring die deze jonge mannen hier opdoen is onbetaalbaar. Krak in hun vak. Maar hun voornaamste eigenschap is ongetwijfeld hun gedrevenheid. Roemenië, een van de armste landen van Europa. De grootste rijkdom is de ongeschonden natuur. Maar dat is niet overal het geval. De olieraffinaderij Arpeghim in Pitești was de grootste in Roemenië. Opgestart in 1964, maar door de sterke vervuiling en economische onrendabiliteit werd ze vorig jaar definitief gesloten. En wat er overbleef was een ecologische ramp. In de 30 jaar dat de raffinaderij maar op halve kracht draaide, werd alle ruwe olie die niet kon gestockeerd worden, schaamteloos in de natuur geloosd. 240.000 kubieke meter grond werden aangetast. Het equivalent van 12.000 20-tonners. De saneringsopdracht werd gegund aan Envy Zan, de milieuonderneming van Jan de Nul Groep. Ze bouwden er een afvalverwerkingsinstallatie die uniek is in de wereld. Je vindt niet een pasklare oplossing zoals dat bijvoorbeeld bestaat bij betoncentrales of bij cementfabrieken, waar je eigenlijk bestaande blauwdrukken hebt en waar je dus eigenlijk gewoon kunt bouwen naar kopie van. Dat is een luxe die wij hier niet hebben gehad. Wij zijn eigenlijk voor een aantal zaken van nul moeten opstarten. Met de bouw van de fabriek heeft Envy Zan tevens ook een optie genomen op de toekomst. Het typische aan een project is dat het een begin en een einde heeft. Maar de fabriek die we hier gebouwd hebben, wordt natuurlijk in de toekomst nog gebruikt. En de bedoeling is dat we hier op de Roemeense markt eigenlijk ons vestigen als permanente milieuspeler en dat we andere projecten gaan binnenhalen. De R&D in Aalst, gekoppeld aan het veldwerk in Roemenië, zorgde voor een onuitgegeven resultaat. Deze installatie is apart en uniek in zijn soort. En dat heeft van zowel van de mensen op het hoofdkantoor van onze R&D-afdeling van onze technische dienst en van de mensen hier op de weg het uiterste gevraagd. En iedereen heeft binnen zijn eigen discipline het uiterste gebracht en enorme inspanning geleverd om dit te realiseren.
Onontbeerlijk in een dergelijk saneringsproces is het labo. Hier worden zowel de olieslips als de grond permanent gemonitord, gecheckt en geanalyseerd. De zoektocht naar zware metalen en chemische vervuiling is slechts één onderdeel van het proces. Daarnaast wordt ook op het vlak van R&D baanbrekend werk verricht. Werfleider in dit labo is een jonge Vlaming, een van de 15 expats die de groep naar Roemenië stuurde. Als jonge ingenieur in het buitenland kan u eigenlijk nog veel meer verantwoordelijkheid krijgen. Hier krijg je verantwoordelijkheid over een heel laboratorium, maar ook over andere delen van de site. Dat is veel meer dan dat in België mogelijk is. Er wordt ook verwacht dat je zelf oplossingen aanbiedt voor problemen die zich stellen. Dat het probleem eigenlijk opgelost is voordat er een mogelijkheid is tot een heel onderzoek om het probleem op te lossen. Envisan combineert civiele bouwkunde met hydrogeologie en milieutechnologie. Voor het olieslip verbrand wordt, worden additieven toegevoegd. Na de voorbehandeling dient het slip eerst nog ontwaterd te worden in onze centrifuge. Dat doen we door additieven toe te voegen en de centrifugaalkrachten van de centrifuge te laten werken. Daarbij kunnen we het volume van het slip reduceren tot ongeveer 50%. Deze vaste fractie noemen wij de slipkoeken en die kunnen rechtstreeks verbrand worden in onze thermische installatie. De wervelbedverbrandingsoven is de kern van het afvalverwerkingsproces. Het is een staaltje van vindingrijkheid en innovatie. Een wervelbed is niet meer of niet minder dan een zandbed, waar er langs onder lucht in geblazen wordt en die begint te zweven. Je kunt het een beetje vergelijken als zand die zich als een kokende vloeistof gedraagt en waarop je een andere vloeistof gaat uitgieten, namelijk je olieslip. En op die manier krijg je eigenlijk een zeer turbulente omgeving, een zeer woelige omgeving, waar je goede verbranding krijgt, omdat je juist een goed contact krijgt tussen zuurstof, warmte en je ontstekingsbron. En dat is eigenlijk de reden geweest dat we voor een wervelbed gegaan zijn. Een van de restproducten van de sanering is gecontamineerd water dat moet gezuiverd worden. Van het slip dat verbrand wordt, blijft er een poeder over, de vliegas. Ook de grond die van onder de olielagunes komt, wordt gesaneerd. De grond die vervuild is met olie wordt op zogenaamde woeldruggen gelegd, waar hij belucht en bemest wordt. Op die manier krijgen aangepaste bacteriën de kans hun werk te doen en de grond te reinigen. Een project van lange adem. Sowieso is het een grote uitdaging. Wij zijn hier toegekomen 2,5 jaar geleden met een beperkt aantal mensen vanuit België. Wij waren een klein team die toch een behoorlijk groot project moest op poten stellen. En de grote uitdaging van dit project is eigenlijk dat wij begonnen zijn vanaf nul. Toen de delegatie van Jan de Nul Groep hier in Pitești landde, vond de klant, het Roemeense Petrom, dat deze jonge kerels de beste troeven in handen hadden om alles weer gezond te maken. Een van de jongelui die in dit project een schat en ervaring mocht opdoen is Karel. Toen hij deze kans aangeboden kreeg, greep hij ze met beide handen. Als jonge ingenieur denk ik dat het vooral veel voordelen heeft, omdat je hier veel verantwoordelijkheid krijgt die dat je op mijn leeftijd in België nooit kan krijgen. En anderzijds is er ook de complexiteit van het volledige project. Hier zitten zeer veel diverse technische zaken in, waar dat je heel veel mee kan bijleren op zeer korte tijd. Hetgeen dat natuurlijk een groot pluspunt is naar de verdere carrière toe. Meewerken aan een innovatief project in het buitenland. Voor veel jonge, ambitieuze ingenieurs is dat een ultiem, maar gedurfd streefdoel.